Can you name some great painters? Did you realize that Flanders is actually the home of oil paint? The reason we have such creations as the Mona Lisa? No? Well, we're about to open your eyes. We staan hier in het Rokokshuis. En het Rokokshuis is net zoals het Rubenshuis, een van die historische grote huizen uit de 16e, 17e eeuw die herinneren aan het prachtig verleden dat Antwerpen heeft als centrum van beeldindustrie. Het beeld dat wij nu kennen, vandaag de dag, kennen we uiteraard in eerste instantie vanuit film en televisie. Maar sommigen onder ons zijn ook al wel eens naar een museum geweest en hebben daar naar schilderijen gekeken. En als we dan toch eens tijd maken voor die afdeling oude schilderijen, dan ga je zien dat men gedurende een 500 jaar heel intensief schilderijen gemaakt heeft in een heel bijzondere techniek, olieverftechniek. Het is een product dat eigenlijk vrij eenvoudig te maken is. Je hebt een pot loodwit nodig. Mag niet meer, dus is dat zinkwit geworden. En je doet daar je lijnolie bij. En dan krijg je een heel mooie witte pap. Die witte substantie kan je dan met pigmenten en kleurdeeltjes tot kleur brengen. Het is eigenlijk bijna zoals de uitvinding van de film. Eenmaal dat de fotografie in de film er is, kan men beelden maken op een manier dat men ze vroeger nooit heeft kunnen maken. Wel, toen men in de 15e eeuw de olieverftechniek ontwikkelde, was dat een vergelijkbaar proces. En die uitvinding, het is nu heel boeiend, die uitvinding die staat op naam van een Vlaamse grootmeester, Jan van Eyck. Olieverf bestond al lang. Men gebruikte ze om gevelbeelden te schilderen, om beelden te polychromeren. Het bijzondere is dat Van Eyck dat materiaal gaat gaan ontwikkelen, juist in functie van het maken van die beelden, omdat hij ondervonden had dat hij met die techniek veel beter dat spiegeleffect kon bereiken. Het nieuwe is natuurlijk dat je enkel met olieverf, die subtiliteit, het weergeven van die lichtbreking, dat kan je niet doen met tempera. Dan moet je die lagen, die interacties, en ik heb gelezen dat hij soms tot zeven speelt met zeven lagen boven elkaar die interageren, om die subtiliteit naar boven te nemen. En dan moet je eens kijken naar die fontein. Die fontein die dus een bronzen bekken is, een koperen bekken, waarin dat water sprenkelt en dan de schilder op zo'n klein formaat erin in slaagt van al de nuances van lichtweergave, licht dat door water gaat, licht dat tegen dat metaal weerkaatst, licht dat door water op het metaal weerkaatst, het metaal dat de figuur die er tegenover staat weerkaatst, zit er allemaal in. Het is een studie van optica die op zichzelf al een eredoctoraat waard is aan de Universiteit van Leuven. Hadden we daar nu eens een patent kunnen opnemen, bewijst hoe dan ook wat voor een innoverende kracht er in dat klein stukje hier aan de Noordzee besloten ligt. Dat is toch wel iets om fier over te zijn.